Ja, dit is hem dus. De, de brief uh, van het uh, notariaat staat een bedrag van uh, 2 miljoen. En uh, dat is, was nog, uh, he, er moeten nog allerlei kosten van af en dergelijke, waarbij er dan uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid zo'n 1,7 miljoen uh, uh, overblijft. In 2006 kwam het Westfries Museum voor het eerst in contact met kunstliefhebber Frans Lecoq dagman de heemstedenaar was op zoek naar een plek waar hij zijn kunstwerken aan kon schenken... en had een goed gevoel gekregen bij het Horendse Museum. Hij overleed uiteindelijk op 25 december op 94-jarige leeftijd. En behalve zo'n 100 kunstwerken werd directeur Ad ook nog eens volledig verrast door de astronomische schenking. Ik heb nog wel even naar het exacte aantal nullen gekeken. Want ik, ja, ik kon het eerlijk gezegd zelf ook niet, niet geloven. Het is een veelvoud van wat het museum normaal jaarlijks te besteden heeft... En iedereen zou met zo'n gift al dromen van al die dingen die je ervan zou kunnen kopen. Maar verwacht nu niet dat er binnenkort een dure Rembrandt aan de muur hangt. Het is absoluut niet de bedoeling dat we meteen de pot gaan verteren. Ja, het is wel een beetje toch die West-Friese zuinigheid erin houden. Ja, absoluut. Wij hebben het beheer gekregen over dat kapitaal. En dat willen we het liefst tot in lengte van jaren willen we dat het museum te goede laten komen.